Nou, goedenavond. Even een mededeling over het stadsvlog van komend weekend. We gaan komend weekend niet naar Leiden, maar we zullen met Leiden in één keer doorrijden in de richting van Middelburg. We gaan in Middelburg nog stadsvlogs maken. In verband dat we pas om, kijken, 2:30 pas in Rotterdam-Laak moeten zijn, omdat om 3:30 de trein naar Schorthorst heen gaat. Dus dat is even de grootste reden waarom wij de stadsvlog even iets anders doen. Maar niet getreurd. Maar volgende week, als we het 12:30 mogen schijnen, dan gaan we richting van Leiden. En doen we alsnog via Haarlem. Dus deze week gaan we dus naar Middelburg. En dan volgende week naar Leiden. We wisten het even om, omdat ik dan ook de langere uitzending, waarschijnlijk ook weer de langere uitzending heb. Van 6:45 of 6:07 tot 12:30. Ik zou jullie volgende week of zaterdag of zondag of maandag bij jullie even op de hoogte houden. Mocht er ontwikkelingen zijn dat het tot 12:30 of tot 8:30 nog moet trainen in verband met de avondklok. Dus ik zou jullie volgende week even over updaten. Dus ik zeg, hebben jullie nu wel zin in de vlogs van Middelburg? Doe deze dan omhoog. En jullie kunnen trouwens nu al in mijn oudere video's van afgelopen week, kunnen jullie de stadsvlog van vorige week terug bekijken. En dat is de stadsvlog van toen ik in de richting van, toen gingen wij in de richting van, jullie komen er vanzelf wel achter naar welke stadsvlog ik ging. Dus ze doet die omhoog en dat is trouwens Dordrecht, dus ik moet te bedenken. Dus dat is, ze moet gewoon even naar beneden scrollen. Dus je moet onder mijn naam gewoon eventjes naar beneden scrollen. Dan kom je vanzelf de vlog van Dordrecht tegen. Ik zou zeggen, ga die bekijken en dan, vanaf volgende week komt ook Middelburg er weer bij. Dus ik zou zeggen, deze omhoog en die vlog ga ik zaterdag in elkaar zetten. Omdat het zondag online staat. Ik zou zeggen, heel veel kijkers hier. Voor als jullie de vlog van Dordrecht kijken.